It's all I wanna do. Welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chester. Vandaag spelen we Call of Duty Advanced Warfare, maar we spelen een potje Domination. Want als jullie de video van maandag hebben gezien, speelde ik Gun Game. Toen speelde ik met de EPM3 heette geloof ik. Het leek me wel leuk om daar een keer gewoon een heel potje mee te spelen, omdat niemand ik daarmee zie spelen. Dus we gaan kijken of het een chille gun is. Het is een heavy weapon, hij staat bij de heavy weapons. Ik heb even een klas aangemaakt. Hij heet alleen nog AX, want ik had gebruikt onder een AX. Ik had geen tijd meer om de naam te veranderen. Dus, hier staat mijn klas. Ik heb er nog niks op. Ik heb alleen een Rebel Dot erop gezet. Die is klikt er al. Dus, mocht je dat natuurlijk leuk vinden, laat dan even je blauw duimpje omhoog achter. Als we de 60 likes kunnen hitten, ben ik daar helemaal blij mee. En natuurlijk vergeet de video om 6 uur vanavond niet te checken. Dat zou ik ook helemaal mooi vinden. Maar je hoeft dit wapen dus niet te reloaden. Hij kan wel overheat raken. Maar je hebt een mooie dubbelkill. Hij was bijna overheat, zoals jullie zagen. Maar het is een soort van FHL, denk ik. Ik denk dat je het wapen kan je vergelijken met een FHL uit BO2. Alleen de FHL moet je reloaden. Dit ding niet. Let's go, ik kan mijn UAV al binnen. Dat is toch wel lekker. Ik heb alleen nog geen stok, dat is wel iets jammer. Maar, weet je, ik kan ermee leven. Maar op zich is het niet slecht. Alleen moet je niet de verkeerde aim hebben, dat in ieder geval wel. Daar ga je er niet mee komen, ik heb mijn system gewoon. Ik heb bijna mijn warbird binnen. Nou, kom op. Ik kriebel aan mijn neus ook. Ik ga hem op af. Ik kan anders toch niks doen. Hoeveel enemies zitten er nog in? Er zitten nog maar 3 enemies in, what the fuck? Oké. Nou, en ik choke me fucking. Het is toch niet waar. En er komt de lamina aan, ik moet weg. Hier. Ik gebruik een MP. Ik weet nog steeds niet wat de naam van het wapen is eigenlijk. EPM3, dat is hem. Let's go. Oh. Dat is één. Waar is die andere? Ah, hij is al dood. Oh, er zit een hele volle lobby in. Kiekeboe. In mijn rug. Oh, kak. Ik kon hem niet zien, man. Anders had ik hem sowieso kunnen turnen. Even mijn care packs oppakken. Wie weet zit er wel wat leuks in. En mijn recontrole. Nou, die ga ik niet inkallen. Ik heb hem wel gewoon opgepakt, want anders gaan de enemies hem daar oppakken. Ik heb altijd wel een paar van die noobs die erbij zitten dan. Die gaan dan echt gewoon strijden om je care package. Dat deed ik vroeger ook hoor, geef ik gewoon eerlijk toe. Ik ging gewoon proberen iedereen's care package op te pakken. Maar nu niet meer. Nu haal ik hem zelf. En in Advanced Warfare verdienen ze soms ook gewoon. Ah, kut, zit er daar eentje. We staan wel lekker 10-3. Alleen was het net een beetje saai het stukje omdat er geen enemies waren. Maar... er zijn gewoon mijn enemies. Oh, kut. En als ik dat zeg, loop ik gelijk tegen iemand aan. En ja, dan ben ik wel de lul, want hij heeft een automatisch wapen. En ik moet steeds mijn trigger opnieuw indrukken. Het probleem ook is bij dit wapen, vind ik, is die straal. Daardoor zie je niet of je raak schiet of iets. Als je schiet, laat maar zeggen, zie je een hele soort van kolk erachteraan. Kijk maar, wacht, zit iemand achter me. Kijk, zie je wat ik bedoel? Je ziet zo'n hele lichtstraal. En je weet wel dat je hitmars krijgt. Want het is er nogal hinderlijk, omdat je niet ziet of je nou diegene dus wel of niet raak schiet. Net zoals nu dus. Ik heb geen hitmarkers, je hoor je aan het geluidje. Hoort namelijk een geluidje als je een hitmarker krijgt. Ja.
Nu heb ik een assist. En nu ben ik gekilled, omdat ik geen quick draw heb, man. Shit, Oké, ik ga met jullie afspraak maken als we 60 likes op deze video halen. Blijf ik even met dit wapen doorspelen. En dan ga ik er een video mee maken wanneer ik mijn beste attachments heb. Dan wordt het ding sowieso beest en ik schiet alles mis. We gaan nog niet lekker, man. 12-6. We zijn net 10-3. Dat wil dus zeggen dat we 2 kills hebben gemaakt en 3 keer dood zijn gegaan. Kut, het is halftime. Oké. Wel jammer, man. Het is best wel een leuk wapentje, geloof ik. Want je kan er best wel redelijk wat mensen mee killen. Maar ja, we moeten wel eventjes de kans krijgen natuurlijk. En ik heb... Oké, dat is echt waar, hè. Ik heb nog geen Speak Easy. Geen AK-47 in het spel. En geen STG-44. En geen Cell 3 shotgun. Dat is echt waar. Ik heb nog niks van die nieuwe wapens gewoon. Dat is toch eigenlijk een schande, jongens. Laat even... Tweet even naar Michael Connery dat ik die shit even moet krijgen. Nou, dat is ook weer gekkigheid. Maar... ik zou wel graag even zo'n AK willen of zo, om gewoon een videootje mee op te nemen. Ah, kut assist. Laat dit wapen niet heel goed in hipfire ook zien. Oh shit, die Warbird killt alles! Nee, toch niet? Nee! Weg hier. Ik moet weg hier, ik moet serieus weg hier. Zo, hij lekt! Weg hier! Nee! Ah, wat een camper, man! Godverdomme. Hij zit hier. Zit hij er nog? Nee, hij is weg. Ah, hij zit er wel nog, hoor. We gaan nog negatief dadelijk ook. Let maar op. Oké, nu zijn er nog assisten, hè. Hier is hij. Ja, let's go. Ik heb wel een assist, maar dat maakt niet uit. Oké, we gaan daar goed even proberen te concentreren. Wow, lek. Wow, wat gebeurt hier? Lol. Als je hier loopt, dan gaat heel je wapen trippen. Hè? Oh, oké. En we zijn een paladin. Dat is nog naar binnen dus. Let's go, teammate. Wat? Hij ging... nooit! Hoe kon hij nog niet dood zijn? Oh my god. Zo, wat is er met dit potje aan de hand, jongens? Deze map glitcht hem gewoon helemaal. Deze... wat? Ik vind het zo kut, hè. Mensen laggen als de tyfus. Ja, I'm done. I'm done. Ik kan niks. Het lekt als een tering, man. 15-11 sta ik. Kijk dan, ze gaan gewoon niet dood, hè. Die enemies lekker doodhard. Ja, dan krijg ik een kut assist, daar heb ik niks aan. What the fuck, man? In ieder geval hebben we nou wel weer een kill, maar... voor mij, is dit niet de bedoeling, Call of Duty? Wat, hij is dood, kijk dan zitten. Lekker. Zo, let's go. Pak even jouw AK op. Ik wil even een keer met een AK maken. Oh, ik wil het wapen zo erg, hè. Oh. Ik wil dit wapen zo erg.
Ja, fuck you, mate. Thank you. Ah, mijn rug. Ah, hij was dus weggesprongen. Ik heb wel een UAV'tje voor jullie teammates. Let's go. Wat, ik ben dan. Ik ben echt helemaal klaar met deze mensen. Ik ben klaar. Jongens, maak het potje snel af. Nog 40 seconden. Want ik ga echt flippen dadelijk. Dat wil je niet weten. Gaat weg, man. En dan. Hey jongens, ik stop ermee voor vandaag. Ik ben er klaar mee. Echt waar. Ik ben echt klaar met deze mensen gewoon. Oh. Ik ben er klaar mee. Hoeveel staan we? 21 om 14. What the fuck, man. Ik ben er echt klaar mee. Nog 10 om 19 seconden. Ik ben helemaal klaar met deze enemies. Oh, wat zijn dit? De kutste enemies. Oh, ik ga gewoon met dit wapen door blijven spelen. Totdat we gewoon chill attachments hebben. Dan ga ik er nog een video mee opnemen. Kijken of er dan iets is veranderd. Hehe, we hebben wel gewoon gelukkig. Dus, mocht je genoten van deze video, laat even een blauwe duimpje omhoog achterhouden. Natuurlijk enorm. Ik ben echt helemaal boos op dit moment door die kut enemies. Dus jongens, bedankt voor het kijken naar deze video. En vergeet niet de video om 6 uur te kijken. Dus later, jongens. Tot de volgende keer. Later!